Hoe kom je erbij om zo'n beest te maken? Ja, hoe kom je erbij? Ja, ik wou gewoon een paard maken, gewoon, weet je. En hij is een beetje uit de kluit gewassen, dat geef ik toe. Hij is een beetje groot geworden. Maar ik wou hem gewoon maken, klaar. Ik had wel een beetje een idee, wat voor paard. Natuurlijk omdat ik zwarte banden gebruik, of banden, die zijn meestal zwart. Ja, een mooi groot zwart ros, weet je. Het kan een Twentse ros zijn, of een Friese stamboom. Maakt niet uit, ik wil gewoon een groot zwart paard maken. Ja. En ik maak dingen gewoon volgens mijn instinct. Ik heb hem eerst op de muur getekend, daar is die muur. En van daaruit heb ik hem eigenlijk gemaakt. En paarden heb ik zo vaak getekend en gemaakt. Of het nou van autobanden zijn, of van koper, of van hout, of van keramiek. Hier ben ik 3 maanden mee bezig geweest. Niet aan 1 stuk door, want ik had natuurlijk ook nog wat opdrachten her en der. Maar in grotendeels ben ik wel 3 maanden hiermee bezig geweest. Maar hoe kom je aan al die banden? Nou, ik heb een vriend die zit in de auto-industrie. En die heeft nogal contacten her en der. En ik zeg, Lex, zo heet hij. Lex, ik heb autobandjes nodig. Oh, wacht maar even, ik bel wel even. Nou, en voordat ik het wist, had ik gewoon een hele stapel splinternieuwe banden. Ik heb hem laten filmen door Rickert Haring samen met Maurits Reinders. En die hebben een film van mij gemaakt. En die ga ik, die verstuur ik over het World Wide Web. En dan kijk ik gewoon wat er mee gebeurt. Maar vooralsnog ga ik er een tijdje zelf van genieten. Het is jammer dat hij nog geen naam heeft eigenlijk. Nou, laten ze mij maar bellen voor een naam. Als ze een leuke naam weten. Als het maar geen Black Beauty is of zoiets. Vind je wel van vroeger, die serie? Ja, ja, ja. Nee, gekheid maar. Het is een paard. Zwart paard.